Een hele goede dag, beste kijkers bij Eleven Sports. En van harte welkom op deze hele speciale dag waarbij we een test-event gaan organiseren naar aanleiding van het nagelnieuwe Proximus e-Pro League seizoen dat voor de deur staat en die volgende week van start gaat. Wij gaan de komende weken jullie gidsen doorheen het Belgische kampioenschap FIFA 21. En wij, dat zijn ikzelf, Matthias de Vlieger, en naast mij mijn compagnon Ruud, Thijs Vloeberg. Dag Matthias. Dag Thijs, hallo. Misschien heel even kort. Ik werk zelf al jaren als commentator bij Eleven Sports. Wat doe jij binnen het bedrijf? Een beetje van alles. Ik zit zowel op de social media als op reportages en ook nu als co-commentator naast jou voor die e-Pro League. Oké, goed. Dat begint dus, zoals ik zei, vanaf volgende week het nieuwe seizoen van de e-Pro League. En als soort van teaser daarvan gaan we vandaag jullie drie testduels, drie oefenduels voorschotelen. En we gaan eens kijken welke ploegen dat juist zijn. Anderlecht tegen OH Leuven, dat wordt straks de eerste wedstrijd die we voor jullie serveren. En jullie zien ook meteen al de settings voor beide spelers en beide ploegen. En wat heel speciaal is vandaag, Thijs, we gaan niet alleen de pro-gamers aan het woord laten, want speciaal voor deze oefenduels worden de gamers vergezeld van iemand uit de A-kern. Ja, bij Anderlecht is dat Sambi Lokonga en bij OH Leuven is dat Thomas Henry, die gisteren ook scoorde tegen Moes Kroen op het veld. Vandaag moet hij het ook proberen te doen op FIFA. Ja, inderdaad. En benieuwd hoe dat zal zijn. We kunnen ook al meegeven dat de wedstrijden van straks ook nog Genk tegen Eupen zullen zijn en Charleroi tegen Zulte Waregem. Charleroi, dat is op dit moment de huidige kampioen in de e-Pro League. Dat was vorig seizoen met Mathias Rousselet alias Matax. Maar Charleroi zal dit seizoen vertegenwoordigd worden door Florian Van Damme. Goed, ja, we gaan eerst eens focussen, Thijs, op dus Anderlecht tegen OHL. Dat is Zakaria Bentham tegen Reinoud Schoos, ofwel Ionel. Wat weten we van die laatste? Ionel is nieuw in de e-Pro League. OHL is ook nieuw in 1A. Dus vandaar dat we die dit jaar pas zien introduceren in de e-Pro League. Ionel is vernoemd naar de mascotte van OH Leuven. Is verkozen door de fans. Hebben die naam gekozen om Reinoud Schoos te geven. En ik weet het niet goed. Ik heb hem nog nooit zien spelen, Reinoud Schoos. Maar 30-0 dit weekend in de Weekend League op FIFA Ultimate Team. Dat is toch een hoge score. Dat is, dus ik verwacht wel wat van hem. Ja, bijzonder knap. Natuurlijk, zij komen vandaag, dus samen met Thomas Henry, tegenover een gevestigde waarde in de Belgische FIFA-scene, Zakaria Bentato. Zak Bentato is eigenlijk zijn gamersnaam. Ja, dat is een gevestigde waarde, zoals ik zei. Vorig jaar de kwartfinales bereikt, uiteindelijk verloren tegen de latere kampioen, tegen Matax. En het jaar daarvoor zelfs bereikte hij de finale, als ik me niet vergis, tegen Quentin, Shadow van de Wattine. Maar het was uiteindelijk toen Quentin Shadow, die nog onder de vlag van Moes Kroen toen, de eerste editie won. Dat klopt. Het is ook zijn vierde seizoen bij Anderlecht. Hij gaf aan in een interview dat de eerste FIFA die hij zich nog goed herinnert FIFA 06 is. Dus FIFA 6, nog met Ronaldinho, legendarische cover. Ronaldinho bij Barcelona. Die herinnert hij zich nog het beste. Goed, ja, dan zien we ook al op onze screen dat beide ploegen hun formatie aan het kiezen zijn. En dan ga ik jou even aan het woord laten, Thijs. Wat valt er jou al meteen op? Zakaria kiest, of Zak Bentato liever, kiest meteen voor die 4-2-3-1 narrow. Hij is een van de meest gekozen opstellingen dit seizoen, samen met de 4-4-2. We zien bij OH Leuven ook diezelfde opstelling. Is een opstelling met vrij veel... Hoe zeg ik het? Controle over het middenveld en de verdediging. Je hebt constant 6 mensen die eigenlijk jouw eigen doel verdedigen. En dan 4 aanvallers die je ook op stay forward kan zetten, om het zo te zeggen. We gaan even kijken naar de instructions ook die je aangeeft. Dus het is een vrij gebalanceerde opstelling. Je gaat het soms moeilijk hebben, omdat je wel vrij... Hoe zeg ik het, voorspelbaar wordt. Je paaslijnen gaan altijd een beetje hetzelfde zijn. Maar we zien hier in de custom tactics ook spits op get in behind, stay forward. Tau gaat hij daar ook zetten. En bij OHL eigenlijk exact hetzelfde. Stay forward, get in behind. Het is ja, een heel goede opstelling. Het gaat ook leuk zijn om die twee tegen elkaar gewoon te zien. Dat er geen 4-4-2 is, of 4-2. 4-2, ja, exact. Ja. Dus het valt wat te zien. Ja. Allebei een standaard opstelling.
Oké. Okay. We kunnen ook al meegeven, en misschien is het jou ook al opgevallen als kijker zelf. Iedere speler heeft als waarde, zullen we maar zeggen, 90. Dat heeft dus te maken met een soort van speciale modus die geïntroduceerd is. Vorige jaren was dat de 85-rated modus. Wat eigenlijk wil zeggen dat iedere speler van iedere ploeg dezelfde waarde heeft. Dat klopt. Ja, en nu sinds dit seizoen is dat de 90-rated modus. Dat is een kleine aanpassing, maar wel een belangrijke. Dat is een heel belangrijke aanpassing, omdat daar ook bij komt, is dat aanvallers en aanvallende middenvelders 5-star skill moves hebben. Iedereen heeft ook 4-star weak foot, maar vooral die skill moves zijn heel belangrijk. Als je kijkt, vorig jaar in die 85-modus waren die er niet, kon je niet skillen, wat voor bepaalde spelers eigenlijk een nadeel is. Want als je heel goed bent in skillen, en dat is je sterktepunt, ja, dan heb je dat nodig. Als dat dan wegvalt, wordt het moeilijker om voor jou om mogelijkheden te creëren. En nu, dit jaar, ga je met die aanvallers de croquetta kunnen doen, ga je met die aanvallers de elastico kunnen doen. En dat zijn heel OP moves die je echt wel nodig hebt om ruimte te creëren. Oké, okay, ja, benieuwd. Welke spelers op die manier dit seizoen zullen accelereren? Alleszins, Thijs, zijn we helemaal klaar voor het allereerste potje FIFA van dit seizoen. En Anderlecht mag er meteen aan beginnen. We zien dat Tau en Kana onder meer op het veld staan. Uiteraard Sambi Lokonga. Het wordt opletten en uitkijken natuurlijk hoe de A-kernspeler de pro-gamer gaat kunnen ondersteunen natuurlijk. Hè? Ja, 2 versus 2 is niet gemakkelijk. Je moet vrij goed op elkaar ingespeeld zijn en ook goed met elkaar communiceren. Vooral dat is belangrijk, die communicatie. Ik heb ook gemerkt dat het leuker is of gemakkelijker speelt als één van de twee zich een beetje aanpast aan de andere en een beetje luistert, om het zo te zeggen. Maar het is niet gemakkelijk. Nee, oké, okay, goed. Eerste hoekschop van de partij en het is Ait El Hadj die hem kort neemt tot bij Amuzu. Probeert meteen de actie te maken, maar dat lukt niet. En dan kunnen we counteren bij Leuven met Mercier en Maartens die de combinatie probeert op te zetten. Even openen aan de rechterkant, daar is de ruimte tot bij Bezi. En Malinov nu. Eerste combinaties eigenlijk nu voor OH Leuven. Want in eerste instantie was het daarnet Zak Bentato. Die probeerde aan te vallen. Ondertussen nu Mercier, de assistenkoning dit seizoen. Belangrijke figuur in het echt ook voor OH Leuven. En Maartens, goede beweging. Eerste voorzet nu ook. En een kopballetje, maar gepakt door Hendrik van Kronbrugge. Eerste aanval van de wedstrijd is dus voor Ionel en OH Leuven. Duel daar opnieuw gewonnen en opletten natuurlijk, want opnieuw de jongens van Leuven in de aanval met Henri dus, die de mooie actie probeert op te zetten. Kan de bal uiteindelijk opnieuw afsnoepen van Sardella. En dus opnieuw Thomas Henri, die dus vandaag meegamet met Reinoud Scholz, dus met Ionel. Heeft gezegd niet te veel ervaring te hebben, benieuwd hoe hij dus Ionel gaat ondersteunen. Henri opnieuw, alles rond het 16-meter gebied van Anderlecht. Een klein tikje kreeg hij daar precies, maar het mag. En overname dus nu door Zak Bentato. Hier zag je dus goed de sterkte van die 4-2-3-1-opstelling. Je zat echt 6 man rond die box te verdedigen. Heel moeilijk om erdoor te komen voor OHL. Ja, inderdaad. En ook hetzelfde precies voor Anderlecht. Want voorlopig weinig balbezit voor Paarswit. Weinig balbezit, inderdaad. Percy Tau nu. Dat is natuurlijk een heel bewegelijke jongen. En Zak Bentato heeft hem centraal geposteerd, niet op de flank. Toch misschien wel opmerkelijk is dat juist omwille van die bewegelijkheid. Opletten nu. Maar ook, opletten nu, want hier is Necha met de kans en meteen een goal. Kijk eens aan, het eerste doelpunt gescoord in deze wedstrijd voor Anderlecht met Necha. En het is dus 1-0. In de korte hoek geplaatst. We zien het net niet goed genoeg, maar na 19 minuten voetballen staat Paarswit op voorsprong. En dit na toch wel een moeizaam begin, zullen we maar zeggen, voor Zak Bentato. Moeizaam begin, maar eerste kans, eerste doelpunt. Ook gepakt aan die korte, in die korte hoek. De keeper wordt vaak gedaan door pro-players in die korte hoek. Die bal proberen te schieten. En proper afgewerkt. Ja, zeker en vast. Nemetja dus met 1-0. Komt er een reactie van OH Leuven? Voorlopig niet. En dan is het weer Anderlecht dat de ruimte probeert te zoeken met dus Percy Tau en Sambi Lokonga in de combinatie met elkaar. Dan zitten we aan Lawrence aan de linkerkant. Sardella is de verdediger aan de rechterkant bij Anderlecht. En Tau nu. Achtervolgen geblazen voor OH Leuven.
En dan is het opnieuw Nemecha die de bal niet kan bijhouden. En zo opnieuw OH Leuven, maar opnieuw ja, de bal ingeleverd. Het is een kleine tik die is uitgedeeld precies door Zak Bentato. Kleine tik en je zag ook, dat is de enige paas dat je kan geven met die 4-2-3-1 opstelling. Ja, en kijk eens aan, daar is Zak Bentato opnieuw. Net op tijd nog het voetje ertussen. Weliswaar het gevaar nog niet volledig geweken, want de hoekschop voor Anderlecht. Wel niet volledig weggekopt daar. Amuzu nu. Kan hem zelfs nog voorbrengen. Hier zit zeker wat gevaar in. Strakke voorzet. Weggehaald door de doelman. Maar het is opnieuw Nemecha die voor Anderlecht probeert de actie op poten te zetten. Maar het dribbeltje lukt niet. Het dribbeltje lukte niet. En dan Henry dus. Nu moeten ze bij OH Leuven de bal bijhouden. Dat is een fantastische opening van Henry op Maartens. Kan heel wat meters pikken. Maartens in het strafschopgebied voor OH Leuven. Hij gaat net iets te ver. Hier zat wat in voor Leuven. Hier zat zeker wat in. Probeert net iets te ver door te lopen. Opletten nu voor de hoekschop van Kronbrugge. Haalt weg. En nu counteren met Anderlecht. Ze hebben wel wat snelle jongens daarvoor in natuurlijk. Amuzu. Ook hij kan de bal weer niet bijhouden. Ja. We merken toch wat slordigheidjes in de beginfase van deze wedstrijd. Nu ruimte voor Mercier. Die heeft de vista natuurlijk. Mercier, nog steeds. Mercier met een tikje. Ja, kon hem naar Maartens geven. Stond daar helemaal vrij aan de kleine rechthoek, maar de bal belandde er niet. En dan nu nog de hoekschop en de goede parade nodig van Kronbrugge. De bal blijft wat hangen in het strafschopgebied, maar voorlopig het gevaar geweken voor Anderlecht. Nog steeds nu opnieuw OH Leuven, maar bal weggehaald nu tot bij El Hadj. Ja, dat was even een heetstandje voor de goal van Anderlecht. Ja, OHL komt stilletjes aan terug in de wedstrijd met een paar goede kansen en goede aanvallen. Op de tweede parade zie je daar die autoblok die typisch is voor deze FIFA, dat schot gewoon geblokt wordt. Kan je weinig aan doen. Nee, inderdaad. Maar opnieuw Anderlecht nu. Het was een snelle combinatie met onder meer Percy Tau door de as van het middenveld. Maar niet tot bij een ploegmaat. Ondertussen nu de bal overname met Tau en met Sambi Lokonga. Die zelf nu de actie op poten probeert te zetten. Maar kan de combinatie met Tau en met Zak Bentato niet vinden. Want ik veronderstel dat het blauwe pijltje, dat het... Het bakje is, zal ik maar zeggen, van Sambi Lokonga. Dat klopt. En de rode, die van Zak Bentato zelf. Bij OH Leuven twee witte pijltjes, dus daar kunnen we moeilijk het onderscheid maken. Maar dit, denk ik, is nu Ionel die probeerde de actie op poten te zetten, maar dus... Mislukt Tau nu met de counter. En opletten voor de snelle beentjes van Amuzu. Maar het is goed verdedigd. Helemaal tot bij doelman Romo nu. En het einde van de eerste helft meteen gefloten. Wat is het bijzonder snel gegaan. En na een moeizaam begin voor Paarswit heeft Zak Bentato dan toch kunnen scoren. Ja, uiteindelijk toch dat doelpunt kunnen maken na een beetje rommelvoetbal, laat ik het zo zeggen. Het middenveld zit moervast. OHL probeert op die flank via Maartens door te komen, maar twee tot drie keer niet echt goed gelukt. Nee. En Zak Bentato, ja, dat doelpunt is gewoon pure klasse. Ja, absoluut. En de statistieken, we zagen net ook amper één schot on target van Anderlecht, maar het is wel aan 100% afgewerkt. Tegenover drie schoten was het van OH Leuven. Eventjes nog wat aan de afwerking werken, zullen we maar zeggen, voor Ionel en voor Thomas Henry. Ik denk dat Zak Bentato en zowel Ionel niet echt iets heeft aangepast aan de tactics. Dus dan kunnen we maar meteen beginnen aan de tweede helft. OH Leuven. Op zoek naar de gelijkmaker met nu Henry aan de bal. En dat is het foutje op de Franse spits. Vorig seizoen in het echt topschutter van OH Leuven in 1B was dat. Belangrijke factor was hij dus in die promotie van Leuven. En Kotic nu, centrale verdediger in de combinatie met Hubert. Heel veel jongens rond het strafschopgebied van Anderlecht en dan is er moeilijk doorkomen aan. Percy Tau nu opnieuw, dat is een hele goede doorsteekpas. De vlag blijft beneden. Nee, toch uiteindelijk de vlag omhoog. Inderdaad. Pas was dan, net iets te laat. Nee, ja, en dan is het zoals in het echte. Eventjes toch die wait and see. Even wachten vooraleer die vlag naar omhoog wordt gedaan. Kutic nu met De Norre en Hubert. Dat is een goede combinatie in het middenveld. Henry leek de bal bijna te gaan verliezen. Goed paasje nu moet openen en dan kan Maartens eventueel trappen. De goede beweging en uiteindelijk de goede interventie daar
in de verdediging bij Anderlecht. De counter die komt er niet uit. Dat is wat minder gedaan, maar dat was heel goed verdedigd daar op Maartens. Goede actie ook. Je zag de sleep, de fake shot sleep bij Maartens. 5-star skill move ook om een beetje ruimte te creëren, maar dan toch die autoblok net niet vrij genoeg gespeeld. Mm-hmm. Maar dat was een heel goede actie. Ja, absoluut. Ondertussen opletten. Oh, wat was dat hier bij Anderlecht? Dat uitvoetballen dat verliep niet naar behoren bij Zak Bentato. Maar ze proberen het effectief wel met z'n tweeën mooi uit te voetballen. Dus toch naar enige chemistry te zoeken tussen de twee. Dat is wel mooi om te zien natuurlijk. Hè? De stijl die Anderlecht ook in het echt wel graag hanteert, zien we ook hier in het spel terug. Dat is wel mooi om te zien. Ja, Vincent Kompany zal blij zijn. En benieuwd, Anderlecht staat nu 1-0 voor. Of dat ze dit nu ook in de virtuele wereld kunnen vasthouden of niet. Amuzu nu aan de linkerkant met Sambi Lokonga. Maar de combinatie verloopt stroef. En dan probeert OH Leuven eruit te komen. Met Henri te bereiken als speerpunt. Dat is goed verdedigd onder meer door Miasga. En dan zitten we opnieuw bij Amuzu aan die linkerkant. Nemecha nu steekt hem niet door. Tikje terug. Krijgt hem terug van Sambi Lokonga. Dat is goed geprobeerd te combineren. Het was ook een loopbeweging zelf van Sambi Lokonga, maar die bal kwam er uiteindelijk niet. Het was goed geprobeerd. Opnieuw goed verdedigd wel van OHL. Ze geven heel weinig weg, zoals we zeiden, die ene kans in de eerste helft. Ja, klopt. Wordt heel goed verdedigd. En dat was denk ik ook zo in de voorgaande edities, dat het verdedigende werk dat toch moeilijk is om daar door te kunnen beuken, om het zo te zeggen. Hè? Die verdedigende linie. Ondertussen Amuzu nu met Sambi Lokonga. Het snelle tikje naar Tau. Opnieuw Lokonga, mooie actie. Sambi Lokonga gaat hij zelf scoren. Nee, dat was wel een mooie actie van Sambi Lokonga zelf met zijn eigen mannetje. Probeert nu de bal opnieuw te herveroveren en dat lukt ook. Goede voorzet zelfs. Opnieuw Sambi Lokonga. Ja, de chemistry tussen Zak Bentato en Lokonga, dat zit echt wel goed, hoor. Dat zit enorm goed. Ze vinden elkaar blindelings. Sambi Lokonga kan ook skills, wat het gewoon veel gemakkelijker maakt allebei om het spel te leiden, eigenlijk. Absoluut. Hier is Tau nu. Foutje of niet? Nee. Bal eerst gespeeld, dus zitten we nu bij Hubert voor een tegenprikje van OH Leuven. Tijd begint natuurlijk stilaan te dringen. En Leuven kan opnieuw de bal niet bijhouden. Tau nu. Ook wat slordigheden opnieuw, zoals we in de eerste helft zagen een paar keer. Nu moet een van de twee toch de bal proberen bijhouden. En dat lukt nu voor Anderlecht met Lawrence aan de linkerkant en Miasga. Aanval is altijd de beste verdediging, zeggen ze toch. Dus wie weet, Anderlecht op zoek naar een tweede goal. Dan gaat het moeilijk worden, want hier is nu Percy Tau voor die 2-0. Goeie parade van Romo. Bijna de 2-0 voor Anderlecht. Geweldige parade van de keeper. Ja, absoluut. Tau moet hij wel altijd binnenschieten. Je zou kunnen denken aan een low-driven shot op dat moment dat hij hem onder de keeper schuift. Was misschien beter geweest. Nee, inderdaad. Lukte dus niet. En zo nog een sprankeltje hoop in deze wedstrijd voor OH Leuven. En zeker nu met deze gevaarlijke vrije trap. Wordt laag gehouden. Dat is makkelijk weggekopt door El Hadj. En Lionel nu op zoek naar de goal. Nee. Geraakt er niet door. Bentato goed aan het verdedigen op dit moment. En Ait El Hadj nu met Nemecha. Oh, veel ruimte begint er te komen voor de jongens van Anderlecht. Hier is Nemecha goed verdedigd. En Hubert kan proberen uitvoetballen. Vindt er ruimte bij Maartens. Die had daarnet de kans om te scoren. Een goede mogelijkheid heeft Lionel nodig samen met Thomas Henry. Dit is het betere werk nu, met Henri opnieuw. En dan was het doorsteekpasje net niet goed genoeg, zagen we net niet in beeld. Beeld bleef even haperen, maar Anderlecht opnieuw. En hier een grote kans met Nemecha. De doorsteekpas niet tot bij Percy Tau. Bedoeling was goed, had misschien zelf nog kunnen trappen. Bedoeling was goed, maar OH Leuven verdedigt heel goed. Was goed... Op voorhand nagedacht, waar gaat die paas komen? En dan moet je eigenlijk als Anderlecht zijnde even wachten om te kijken wat de verdediger doet, in plaats van direct die bal te geven. Ja, veel ruimte nu opnieuw gecreëerd door Percy Tau. Had hem kunnen steken naar Mecha, maar kiest voor de optie terug. En daardoor heel wat witte jongens van OH Leuven weer terug. Hier is wel een kans voor Mecha voor de 2-0. En denk over en out. Prachtig gecombineerd tussen Zak Bentato en Sambi Lokonga. En na 85 minuten denk ik dat het doek is gevallen over deze eerste oefenwedstrijd van de partij.
geweldig doelpunt op het einde. Een klein beetje geluk met die steekpaas nog, maar dan fantastisch afgewerkt. We zagen ze elkaar het vuistje geven met het glas ertussen. De chemistry tussen die twee zit gewoon heel goed. Mooi omzien. En Thomas Henry zei voor aanvang van deze wedstrijd dat hij niet zo heel veel FIFA-ervaring heeft. En dat zou misschien ook wel de doorslag kunnen geven dat Sambi Lokonga net iets meer FIFA-ervaring heeft, zullen we maar zeggen, dan Thomas Henry. De vrije trap nu, dat is ietsje te zacht gegeven. En met nog een paar minuten op de klok is deze wedstrijd dus gespeeld. Zak Bentato gaat het dus voor Anderlecht halen samen met Sambi Lokonga tegen OH Leuven. Dat wel nog op zoek gaat naar een eventuele e-redder. Hubert nu met Mercier. Nee. Balletje kwijt aan een ijzersterke Sambi Lokonga. Het zal niet voor vandaag zijn. Het zal voor komende week dan maar zijn bij de aanvang van de E-Pro League. Henry nu. Nog steeds Henry die de bal probeert bij te houden, maar opnieuw is er geen doorkomen aan bij Anderlecht. Dat zelf ook wel echt heel goed stond te verdedigen vandaag. Het is ongelooflijk, je raakt er niet door. Nee. Zo simpel is het. Nee. En op het juiste moment telkens afgemaakt. En dat betekent dat Zak Bentato samen met Sambi Lokonga deze exhibitiewedstrijd gaat winnen met 2-0. Geen doelpunt voor Ionel en Thomas Henry. En een verdiende zege toch wel voor Paarswit. 100% verdiend. Het stond heel goed bij Anderlecht. Verdedigend gaven ze niets weg aan OH Leuven. En die één of twee kleine kansjes dat OH Leuven dan kreeg, die werkten ze dan niet af. Ja, klopt. En aanvallend was het aan 100%. Ja, is dat dan de ervaring die Zak Bentato heeft natuurlijk? Hij draait al jaren mee op dat juiste moment toeslaan of niet? Het zal een combinatie van zijn. Hij heeft sowieso meer ervaring, maar je ziet ook dat Sambi Lokonga gewoon goed speelt. Sambi Lokonga heeft die skills onder de knie. Ze spreken goed af met elkaar blijkbaar. Wie gaat waar, waar krijg je die paas? En dat gaat je altijd een voordeel opleveren tegen twee jongens die net samen spelen. Ja, inderdaad. Nu, we kunnen ook even meegeven, beste kijkers, dat de Franstalige collega's van ons normaal gezien nu eerst interviews gaan doen met de beide duo's. En dat wij dan straks aan de beurt komen om ook de interviews voor onze rekening te nemen. Dus kunnen wij nog een beetje verder analyseren, normaal gezien. Die eerste helft, zoals we dus zeiden, OH Leuven was ietsje beter, maar zij maken de kansen niet af. En die ene kans die hier dan kwam voor Anderlecht, die ging er meteen binnen. Hè. Dat is afwerken aan 100%. Het was heel rommelig op het middenveld in die eerste helft. De beide ploegen kwamen er weinig door. Maar dan, en dat zal de ervaring van Zak Bentato zijn. Ja. Eén kans en die is binnen. Ja, inderdaad. Kunnen we misschien straks wel eens aan Reinoud vragen natuurlijk. Want ook voor hem zal dit een soort van leerschool worden natuurlijk. Hè? Absoluut. Het eerste jaar dat hij er nu bij is. Volgende week begint het echte werk. Dus vandaag is het een klein beetje aftoetsen. Hoe zit het met mijn niveau? Moet hij nog oefenen? Of waarop moet hij nog oefenen? Nu, naar balbezit toe, we krijgen hier nog een paar cijfertjes te zien. Was het mooi verdeeld, allebei 50%. En ook opnieuw naar shots on target. Het zat allemaal redelijk in balans, maar het is eigenlijk zoals je zegt, die effectiviteit, het toeslaan op het juiste moment, gebeurde vandaag bij Anderlecht. Ja, ook heel opvallend dat OH Leuven geen enkele fout heeft begaan. Nee. Dat kan ook wel invloed hebben. Af en toe moet je gewoon die bal eruit halen, in dat middenveld even iemand onderuit halen, om terug rust te creëren in je verdediging. Het professionele foutje maken, het zoals professionele we dat foutje. Mooi kunnen noemen. Goed, opnieuw, het is allemaal een leerproces, ook zeker voor Reinoud Scholz, ofwel Ionel dus, zoals we hem voor de rest van het seizoen gaan mogen noemen. We kunnen ook meteen al meegeven, we gaan nog niet al te veel verklappen over het format dit seizoen van de E-Pro League. Maar Zakaria Bentato en Reinoud Scholz, Ionel, dat worden wel de enige vertegenwoordigers voor zowel dus Anderlecht als OH Leuven. We hebben er dit seizoen voor gekozen om niet eerst een reguliere competitie te doen met de amateurspelers, zoals dat eerst werd gezegd, en nadien in de play-offs met de pro-spelers die erbij komen. De hele competitie wordt dus door één pro-speler van iedere club afgewerkt. Dat klopt. Ja, inderdaad. Dus benieuwd wat dat ook gaat geven voor alle andere teams die we nog aan het werk gaan zien vandaag. Genk tegen Eupen straks en Charleroi tegen Zulte-Waregem. Nu ja, deze wedstrijd is natuurlijk geen waardemeter voor zowel Zak Bentato als voor Ionel. Want ja, dat hangt ervan af natuurlijk met wie je speelt deze wedstrijd. Hè? Het is niet echt een waardemeter. 2-2 is gewoon een heel andere modus eigenlijk dan 1-1. Je kan minder met je tactics werken, je kan niet je eigen looplijnen creëren, je kan geen player lock doen, want je hebt al een tweede speler. Dus we gaan volgende week pas echt kunnen zien wat Zak Bentato en Ionel in hun mars hebben.
Hallo, hallo, Ionel en salut Thomas Henry. Ja, eerst Ionel, hoe vond je de wedstrijd verlopen nu op dit moment? Het viel op zich wel mee. Ik denk dat we, als we een beetje meer geluk hadden, dat we wel hadden kunnen winnen. Natuurlijk wel jammer dat we hebben verloren. Maar nee, voor de rest wat, ja, wat ons opviel is dat eigenlijk de wedstrijd in balans lag. Maar correct me if I'm wrong, ik denk dat Zak Bentato op de juiste momenten heeft toegeslagen. Ja, dat klopt zeker. Nou ja, als ze 2-0 winnen, dan is het zo. Ja. En wat vond je van de chemistry, zal ik maar zeggen, tussen u en Thomas? Ja, ik denk dat de chemistry bij ons wel beter zat. Bij Anderlecht passen ze de conga direct meestal terug naar Zakaria. En bij ons proberen we wel mooi samen te spelen. Alleen dat gevoel had ik ook. Dus dat Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Thomas Henry, ja, ça a été? Ça a été, c'est dommage pour le résultat, mais après, non, c'est... je dois encore peut-être progresser. Hein. Si je vais peut-être jouer un petit peu plus pour pouvoir être peut-être un peu plus au niveau. Oké. Okay. Ionel, een vraagje nog opnieuw voor jou. Welke lessen trek je hieruit voor de rest van het seizoen? Oh, ik denk dat ik nog redelijk veel oefening in deze game mode zelf, want het speelt wel nog helemaal anders dan Ultimate Team. Dus dat ik daar nog wat mee ga oefenen. Nee, oké, okay, absoluut. Thijs, heb jij nog een vraag voor Ionel of voor Thomas? Ja, Zak Bentato gaf ook al aan dat deze 90 rated modus een beetje trager gaat. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Goed, dat je eigenlijk minder de acties kunt doen die je wilt, dat je eerder, ja, moet ik het zeggen, een beetje droger gaat spelen, gewoon simpelere passes en minder skill moves gaat proberen, omdat dat ook niet echt goed werkt. Oké, okay, goed. Ionel en Thomas Henry, bedankt voor jullie tijd vandaag en bedankt ook voor het interview. En Thomas Henry, beaucoup de succes voor la reste de la saison chez OHL. En Ionel, heel veel succes volgende week bij aanvang van het nieuwe seizoen van de Proximus E-Pro League. Bedankt, ciao. Ja, goed. Dit was het dan wat betreft de eerste wedstrijd. Leuk, hè? Leuk. Absoluut. En dan kunnen we misschien al eens kort vooruitblikken naar de tweede wedstrijd die we straks te zien gaan krijgen. Dat wordt er eentje tussen Genk en Eupen. Genk en Eupen, dat, bij Genk is dat Abdullah Wais, gekend in de FIFA-scene, zowel ja, nationaal bij ons als in Nederland, als zelfs buiten de grenzen van de Benelux heen. Is een enorm goede speler. Ja. Is een echte skiller. Dus ik hoop wel dat we een paar elastico's gaan zien, een paar croquetas, om het spel wat op te fleuren. Samen met Christian Torstvedt zou een goede FIFA-speler zijn. Zijn vader, Erik Torstvedt, voormalig keeper bij Tottenham, stond nog op de cover van FIFA 95. Klopt. Nog ja, al even geleden. En aan de kant van Eupen kan ik moeilijk inschatten. Dat is Sven Roasted. Speelde vorig seizoen ook al bij Eupen. Ja. Samen met Boris Lambert. Ja, inderdaad. Dat is allemaal voor straks natuurlijk, inderdaad. Wat we nog over Genk kunnen zeggen. Genk is wel een toonaangevende ploeg aan het worden in België op het gebied van e-sports en FIFA. Hè? Klopt, ongelooflijk. We hebben sinds dit jaar enorm veel geïnvesteerd. We hebben Abdullah Wais als talent player, die dan in de Belgische E-Pro League komt spelen. En hebben ook Gilles Bernard, die in de E-divisie samen met AZ speelt. We hebben enorm veel geïnvesteerd, omkaderen de jongens heel goed met physical coaches, mental coaches, met een klein studiootje nu nog in de loges in het stadion, maar binnenkort zal dat ergens in het stadion echt een speciale studio met meerdere tv-schermen worden. Ja. Dus enorm goede omkadering. Absoluut, absoluut. Maar, zoals dus gezegd, en dat is de reden waarom ik het al eens had opgeworpen, dus iedere ploeg zal vertegenwoordigd worden door één speler. Gilles Bernard gaan we dus voor Genk niet aan het werk zien in de E-Pro League. Die gaan we dit jaar niet aan het werk zien, enkel in de E-divisie, als je daarnaar zou willen kijken. Ja, inderdaad. Nu, wat nog over Sven Mertens, want dat is de echte naam van Sven Roasted, kunnen vertellen dat hij dus vorig jaar ook al meedeed in de E-Pro League. Eindigde in de reguliere competitie, dus met de amateurspelers, om het zo te zeggen, op een 11e plaats. En dat was niet genoeg om door te stoten naar de volgende ronde. Nee. Dus goed, wij krijgen te horen dat we er eventjes uitgaan voor een korte break. En dan zijn we helemaal klaar om subiet aan de tweede wedstrijd te beginnen van Genk tegen Eupen. Tot zo.
Welkom terug, beste kijkers, voor zometeen het tweede oefenduel van vandaag. En dat wordt er eentje tussen KRC Genk en Eupen. Eentje tussen het duo Abdoulawais, Christian Torstvedt voor Genk en Sven Mertens, oftewel dus Sven Roasted en Boris Lambert. Ja, wat mogen we hiervan verwachten, Thijs? Ik verwacht een hoge druk van Genk. Abdoulawais is een speler die enorm hoog druk zet, heel snel naar voren wil. Christian Torstvedt werd ons verteld dat hij ook wel een beetje een potje FIFA kan spelen. Hoe dat Eupen het gaat doen, dat weten we iets minder. Daar hebben we minder hoogte van. Ja. Dat valt nog te zien dan. Ja, inderdaad. Ook hier Boris Lambert, misschien is een beetje de ongekende factor in combinatie met Sven Mertens. Nu, Abdoulawais, we kregen hem net in beeld. We zullen eerst misschien over Sven Mertens, nu we hier een mooie stil van hem hebben. Vorig jaar 11e geëindigd in de reguliere competitie, dus geraakte niet tot in die play-offs. We hebben hem daarnet gehoord. Hij wil toch echt top 8 ambiëren dit seizoen en dus doorstoten naar die play-offs dit jaar. Absoluut. Het zal een goede waardemeter zijn vandaag tegen Abdoulawais, waarvan hij ook aangaf van Abdullah is een heel goede speler. Maar zijn ambitie ligt hoger dan vorig seizoen, dat is zeker. Het is een jongen die enorm gefocust is. Dat zeggen zijn collega FIFA-spelers eigenlijk ook. Dus ik verwacht er wel wat van met zo'n ambitie. Absoluut. Maar ja, als we het over ambitie hebben natuurlijk, ja, dan kunnen we niet om Abdoulawais heen, gekende naam in de Belgische scene. Vorig jaar eigenlijk net voor de meet gestrand, net niet die finale gehaald. Ja, die gaat op revanche azen, hè? Die gaat op enorm veel revanche azen. Ja, je ziet ook bij Genk dat ze enorm veel investeren in Abdoulah en ook in Gilles Bernard, hun pro-player. Abdoulah noemen ze talent player. Ze verwachten er enorm, enorm veel van. Ja, absoluut. Dan gaan we eens kijken, hè, Thijs, wat de tactics gaan zijn van beide teams. En dat laat ik traditiegetrouw nu al aan u over. Ja, Abdoulah zet zich meteen in die 4-4-2. Een zeer aanvallende opstelling. Heel veel aanvallende mogelijkheden. Ook veel looplijnen waar moeilijk op te verdedigen valt. Mm-hmm. Is een typische opstelling voor Abdoulah. Zal altijd in die 4-4-2 proberen te spelen. Ja. Met flanken die achter de linies kruipen. Ook zijn spitsen die achter de linies kruipen. En dan heel goed proberen steken met die middenvelders. Tussen die twee centrale verdedigers met R1 driehoekje. Om echt die splijtende pas te geven. En Sven Roasted countert dat ook met een 4-4-2. Dus het wordt een potje aanvallend voetbal, verwacht ik toch. Ja, wat we wel voorlopig zien, is dat hij kiest voor het duo Bongonda en Onuwachu in de spits. Dus niet bijvoorbeeld een Cyril Dessers en een Bongonda dan op de flank, of weet ik veel. Tenzij dat hij dat nog zal aanpassen, maar wat denk jij? Dat kan in-game nog altijd veranderen, maar momenteel kies je dat aanvallende duo. In de 90 rated modus is het ook, kijk naar lengte, dat is eigenlijk het enige verschil dat je nu tussen spelers hebt. Ja. En Bongonda is heel dribbelvaardig, is klein, is snel en dat wordt wel een mooi duo, hoor. Ja, samen met Onuwachu bedoel je dan, ja, die dan wel die lengte met zich mee heeft. Goed, oké. Okay. Dan is het nog even wachten op de opstelling van Sven Roasted. En dus, ja, benieuwd of hij Boris Lambert er zelf gaat opzetten. Want, als ik me niet vergis, heeft hij nog geen enkele minuut voor Eupen gespeeld dit seizoen. Nog geen enkele minuut. 20-jarige verdediger staat erop ook, zie ik. Het zal zijn eerste wedstrijd voor Eupen zijn. Alright, goed. En dan zijn we helemaal klaar voor dus het tweede duel. Daarnet dus Anderlecht tegen OH Leuven werd het 2-0 voor Zakaria Bentato en Sambi Lokonga tegen Reinoud Scholz, Ionel en Thomas Henry. En nu dus Abdoulawais, Christian Torstvedt tegen Sven Roasted en Boris Lambert. Genk tegen Eupen. We zijn klaar voor het tweede duel van vandaag. En dan is het Eupen dat meteen het commando neemt. Aftrap genomen met Beck en Lambert met zijn eerste baltoetsen van het seizoen, zullen we maar zeggen. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is nu eenmaal zo. Meteen al 3 keer de bal gevoeld. Beck nu aan de rechterkant met een 3. Agbadou nu in de combinatie. Oh, slechte tik daar was het van Beck. Uiteindelijk is het nog net goed gekomen. Een mooie dribbel uiteindelijk geworden. Ja, absoluut. Maar Anuachu die nu de bal kan afsnoepen, net niet. Dus Genk dat nog als eerste de bal nog wat moet voelen. Voorlopig dus eerste combinaties van deze wedstrijd zijn die van Eupen met Kools. En Preveljak. Ook een belangrijke spits in het echt voor Eupen. Die Preveljak probeert wat te dribbelen, dat lukt niet. En dan is het Torstvedt zelf die even mag openen, inderdaad, op Ito.
Dan Onuachu op die flank, dat ga je heel vaak zien bij Abdullahi, die naar die flanken gaat om daar ruimte te creëren, een skill move of twee probeert om die verdediging open te breken. Oké. Okay. Voorlopig dus een klein foutje in het voordeel van Racing Genk. En dan zitten we bij Mele, die de aanval met Heine probeert op te zetten. Heine toch echt wel de voorbije weken in het echt een belangrijke sleutelfiguur weer aan het opnemen binnen de ploeg. Onuachu net niet tot bij Bongonda. En dan gaan we even snel counteren met Eupen. Kijk eens aan, een hele goede bal op Moussona, maar goed verdedigd door Munoz. En dan is het Limbombe nu die een mislukte trekje mislukt, probeert te doen. Een dribbeltje geprobeerd op die linkerflank. Back nu met Peters, nog zo'n sleutelfiguur in de ploeg van Eupen. 3 weken op rij in het Team of the Week van Eleven Sports. Ook. Kijk eens aan. Ondertussen wel Bongonda voor Racing Genk met misschien wel de eerste grote kans van de partij. Bongonda, het duurt wat lang en het duurt net te lang. Het duurt net te lang. Ik denk dat het ook te maken heeft met die 90 rated modus, dat het wat aanpassen is voor Abdullah. Dus het gaat net iets trager. Kunnen we straks zeker misschien nog in het interview nadien eens vragen aan hem. Alleszins nu Limbombe in de combinatie. Maar met Torsvet was het, maar dat mislukte. Dus zitten we nu bij een 3 voor Eupen, 17 minuten ver. En het is echt nog wachten op de eerste goede kans van de wedstrijd. Uronen loopt erachteraan, maar een 3 opnieuw met de paas naar Peters. Het snelle denken, back nu. En Munoz weer, die toch goed aan het verdedigen staat. Snelle balcirculatie bij Eupen, maar goed verdedigd van KRC Genk. Ja, en opnieuw wou ik zeggen, goed verdedigd nu van Eupen, maar dan het paasje iets minder. Dan zitten we bij Torstvedt. Ook hij zal blij zijn dat hij nog eens mag spelen vandaag. Daar ben ik zeker van. Want ook hij, een beetje uit de gratie gevallen. Een beetje uit de gratie gevallen sinds Van den Brom coach is geworden bij KRC Genk. Onder de vorige coaches, laten we het zo zeggen, speelde hij iets meer. Iets meer, inderdaad. Kools nu met een iets minder paasje. Mele kan onderscheppen. Het is allemaal wat in het middenveld te doen op dit moment. Een redelijk gesloten begin. Na 23 minuten, dit is het betere werk nu van Ito. Kon hem niet naar Onuachu geven. Bongonda gaat moeten trappen en scoren. En dat doet hij ook. Het staat 0-1 voor Racing Genk. Het vuistje met het plexiglas ertussen. Maar meteen de eerste echte goede kans van de partij vliegt tegen de netten. Geweldig doelpunt. En ik ga je even zeggen waarom. Bongonda speelt zichzelf vrij met speedboost. Dus okay. Dat betekent dat hij 2 keer R1 induwt en dat de speler eigenlijk de bal voor zich uitduwt. Ja. En een beetje, als er een speler voor je staat, is dat bedoeld om rond te gaan. Maar je versnelt zo op heel korte tijd heel snel. En dat... zo speel je jezelf vrij en dan is het een koud kunstje om die in de verste hoek met binnen te trappen. En dat is ook een nieuwigheidje sinds deze FIFA-tactiek. Dat is een nieuwigheidje, ja. Ja, klopt. Dus 0-1 voor Racing Genk. Eupen op achtervolgen geblazen en opnieuw, laat ons zeggen, de favoriet in deze wedstrijd die op voorsprong komt. Met opnieuw ook de eerste kans die tegen de touwen vliegt. Goeie opening nu wel op een 3. En dan moet Lukumi verdedigen op Peters. De loopbeweging is er van een 3 en die gaat ook kunnen trappen en scoren. Kijk eens aan. Het staat 1-1. Wat gaat het mooi op en neer in deze wedstrijd. De instant reply van Sven Roosted en Boris Lambert. Heel mooi doelpunt opnieuw. Heel goed tegengehouden, even het tempo verlaagd met Stef Peters. Gekeken waar is er ruimte en dan die paas gevonden en dan heerlijk afgewerkt in die linkerbovenhoek. Ja, dat is knap en goed voor de wedstrijd. Spanning natuurlijk, nu na een half uurtje voetballen meteen 1-1. En het toont maar eens aan dat het geen walkover gaat worden voor Abdullah Waïs en voor Christian Torstvedt. Want daar is Sven Roosted en Eupen opnieuw met Preveljak en met een Gooi. Die wat ruimte en meters pikt op die linkerflank. De voorzet van Ngoy wordt eruit gehaald door Munoz. En Heine nu. Onuachu. Dat is goed gecombineerd. Foutje op Onuachu, maar het voordeel gelaten. En uiteindelijk dan toch de fout gefloten. Toch dat foutje gekregen. En dan opnieuw terug naar die buitenkant nu bij Ito. Maar het zit heel vast. Dus terug naar Munoz. En dan zoeken naar dat middenveld, zou ik zeggen. Munoz en Lukumi, dat zijn 2 van de 3 Colombianen, dacht ik, die bij Racing Genk voetballen. Onuachu nu. Onuachu, die zijn lichaam probeert te gebruiken en zo de bal probeert af te schermen, maar Ito niet aangespeeld. Preveljak nu.
Ook vorig seizoen Sven Roosted een moeilijk te bekampen tegenstander, maar te wisselvallig in zijn resultaten uiteindelijk, waardoor hij het niet haalde tot in de play-offs en dus niet in die top 6 terecht kwam, want dat was het denk ik vorig seizoen, de top 6 die doorstoten. En dan nu Ito voor Abdullah Waiz. Hij stootte wel door vanuit de reguliere competitie, ik dacht zelfs als tweede. Na Zeror van STVV, die als eerste afsloot in die reguliere competitie. En Bongonda met Onuachu, die inderdaad veel naar de flank uitwijkt. Dat is inderdaad opvallend. Onuachu en Heine, Bongonda opnieuw. Dat is de man die voor de acties gaat moeten zorgen. Heine snoept de bal af. Oh, Euken bij Euken. En dat wordt cash betaald. Dat wordt afgestraft door Abdullah Waiz en door Christian Torsvet. En op wat een moment, wat een timing, helemaal in de laatste seconde van de eerste helft. Op slag van rust. Het is gewoon bij Abdullah Waiz mag je niet even in slaap vallen. Hij straft het meteen af. Even kijkt hij niet. De speler van Eupen, Sven Roosted en Boris Lambert, waren even niet aan het opletten. Een halve seconde en goal. Ja, inderdaad. En we gaan meteen zelfs van start in de tweede helft. Ik kan ook nog zeggen, als ik wat cijfertjes zag, dat er gewoon aan 100% is afgewerkt. Eupen, één schot naar goal, meteen een goal. En Racing Genk, twee schoten naar goal, ook allebei in doel. Er wordt goed gescoord. Er wordt inderdaad goed gescoord. Ik denk ook te denken dat Abdullah Waiz rood is, want de skills volgen hier elkaar op. Ja, klopt inderdaad. Maar wel de bal kwijtgespeeld. Daar Kools nu. In de combinatie met Preveljak. Dat is goed gelezen door Torsvet, die de bal afsnoept met Heine. Hier is Onuachu, kan hem steken. En Torsvet gaat die scoren, zowaar nee. Ja, het scheelde niet veel. Het scheelde niet veel. Goed gepakt van de Wolf. Ja, inderdaad. Dat was absoluut nodig, die save van Ortwin de Wolf. Want als het 1-3 wordt, dan wordt het een haast moeilijke opdracht voor Sven Roosted en voor Boris Lambert. Die nu wat moeite hebben met het uitvoetballen. Hoge druk van Abdullah Waiz. Heel erg hoge druk. Dat is ook gemakkelijk met die 4-4-2, maar nu laten ze het gat even open en kan Moussona toch counteren. Maar daar is Abdullah Waiz al met melen om het snel de bal af te snoepen. Toch wel het foutje, zo blijkt. Hier zat echt wel wat in hoor, voor Eup. Zoals ik vorige wedstrijd zei, af en toe is dat nodig. En ja. Zo win je een wedstrijd. Peters nu, dat lijkt me buitenspel van Preveljak. Nee, toch niet. En dan is dit effectief een... corner voor Eupen na de save van Van der Voort. En bijna nu de kans voor Eupen en de goal van de lijn gehaald. Dit was een grote kans. Uronen haalt hem van de lijn. Bijna de gelijkmaker opnieuw voor Eupen. Dat nu aandringt voor de gelijkmaker. Maar Munoz verdedigt goed. En Schouterde die probeert de bal af te snoepen van Ito. Dat lukt niet. En Abdullah Waiz komt er niet uit. Een gooi. Moussona opletten dat dit niet wordt afgestraft met een gooi. En opnieuw de save nodig. Drie heel goede kansen vlak na elkaar. Keeper Van der Voort staat er goed bij. Urona dan op die lijn. Eupen is echt wel aan het duwen voor die gelijkmaker. Ja, absoluut. Abdullah Waiz en Christian Torsvet zijn gewaarschuwd dat ze toch maar best op zoek gaan naar dat derde doelpunt om iets meer ademruimte te hebben, zullen we maar zeggen. Schouterde nu met een steekpaas op de flank. Dat is een hele goede bal op een gooi. Maar Melen die verdedigt ook goed vandaag. Dat is nu wel goed van een gooi. Moussona. 1 tegen 1 tegen Munoz. Er wordt wat afgewacht. Toch komt er de voorzet. Bal raakt niet volledig weg. Maar Uronen kan uitvoetballen samen met Limbombe. Daar moet je wat geluk hebben dat die bal gewoon goed valt. Maar het is een wedstrijd met een heel hoog tempo voor het moment. Het is heel interessant om naar te kijken. Kools nu. De doorsteekpaas. Moussona. Op de korte ruimte moest Sona met een goede paas en het schot, maar opnieuw afgeblokt. En dat is toch al een paar keren dat daar toch echt wel een Genksbeen moest tussen zitten. Wat een druk van Eupen. Ongelooflijk. Ze zijn de wedstrijd volledig in handen aan het nemen. Nu is het enkel nog wachten op dat doelpuntje. En is het er? Nee! Van de Voort opnieuw met de nodige parade om Genk nog steeds op voorsprong te houden. Ondertussen de hoekschop al genomen. En kan er eventueel gecounterd worden met Melen. Ito nu. Nee. Het is moeilijk voor Genk om de bal bij te houden. Nog iets minder dan een half uurtje op de klok in het spel zelf. Er zit wat afval in het spel bij Genk. Ze proberen net het iets te mooi te doen, denk ik. Ja, maar het komt er voorlopig niet uit. Het balbezit helemaal in deze tweede helft voor de jongens van Eupen. Moussona nu. Munoz, ook hij staat goed te verdedigen. Maar wel opletten, want een 3 nu die gaat voorzetten. Nee, Uronen ertussen. En dan wordt er toch even gepauzeerd. Dan willen ze bij Racing Genk toch iets aanpassen. Ja, vertel maar. Het
het lijkt erop dat hij een aanvallende wissel wil doen. We krijgen hier Ooyen in plaats van, dat zullen we zo meteen zien, Limbombe. Ja, Torstvedt zal wel blijven staan, veronderstellen we natuurlijk. Uiteraard. En misschien ook wel Dessers erin brengen, want ja. Onuachu lijkt het toch moeilijk te hebben. Nee, toch Onuachu die gaat blijven staan, hoor. Ja. Enkel Ooyen komt er opnieuw in op, ja. Allez, nieuw in op die linkerflank. Ja, om iets meer controle proberen uit te voeren. Iets meer de bal te kunnen proberen bijhouden. Ook aan de kant van Eupen is er gewisseld tot twee keer toe. Babi is er onder meer opgekomen. En Van de Voort met het vuistje. Bal in de voeten van Peters. Gaat er getrapt worden of niet? Peters nog steeds. Heel veel volk voor hem. Peters geraakt erdoor. Stef Peters nog steeds. Goeie tackle, Lukumi. Enorm goede tackle. Ook weer goede actie van Stef Peters. Eupen echt wel de beste ploeg in deze tweede helft. Ja. Dit is toekomstmuziek voor Eupen dit seizoen met Sven Roosted. Zeker een prestatie waaraan hij zich kan optrekken op dit moment. Veel ruimte nu voor Kools en Babi met Nuhu. Dat is ook een nieuwe man. Die is erop gekomen voor Musona. Babi heeft heel veel snelheid en de fout van Munoz. En we krijgen een penalty. Het is een beetje het verhaal in FIFA 21 dit jaar. Je moet echt van de speler afblijven of je krijgt een penalty tegen. Een penalty tegen en die zou wel eens kunnen omgezet worden door Preveljak. En dat zou met nog een kwartier op de klok betekenen dat Eupen opnieuw tot 2-2 gelijk komt. En een stiftertje, een soort van Panenka. Van Panenka uiteraard, die gescoord wordt en Van de Voort op het verkeerde been gezet. Verdiende gelijkmaker. Een klein foutje bij Genk in die verdediging. Het is gewoon zo, deze FIFA 21 blijf eraf. Ik krijg er ook iedere week 5-6 tegen dat ik denk... Ik heb niets gedaan, maar het is gewoon deze FIFA zo verschrikkelijk moeilijk om in die box echt die bal af te nemen. Ja, want op zich leek de tackle mij nu niet van die aard dat het een penalty moest zijn. Maar goed, ja, nog wat tactische wijzigingen met nog een kwartier op de klok. 2-2, krijgen we een winnaar in dit vriendschappelijke duel of niet? Heijnen nu met Ito. De loopbeweging is er van Dessers, die er toch is opgekomen voor Onuachu. Iets meer bewegelijkheid voorin dan. Zullen we maar denken, Bongonda, een beetje stilgevallen in deze probeerde wedstrijd. Probeerde daar de croquetta, maar kwam er niet door. Goed verdedigd, opnieuw van Eupen. Die tweede helft zit het moervast van achter bij hen. En dan het verdedigende werk van Uronen. We gaan stilaan naar de laatste 10 minuten. Klokken we af op een gelijkspel of wordt het balverlies bij Genk opnieuw afgestraft? Iets te veel gebeurt in de tweede helft. Amara Babi gaat scoren! Oh, wat een doelpunt! Slecht uitverdedigen opnieuw bij Racing Genk. En het wordt afgestraft door Sven Roosted en Boris Lambert. Fantastisch doelpunt met die croquetta, die ruimte gemaakt. En dan is het gewoon paal binnen, koud kunstje. Van der Voort zit er deze keer niet bij tegenover de vorige 5-6 keer wel. Nee. Hij heeft al heel wat saves uit zijn mouwen moeten schudden. Maar tegen deze, via de verste paal binnen, had hij geen verhaal achtervolgen nu voor Abdullah Maïs. Wie had dit durven denken? Heel weinig mensen hadden dit kunnen voorspellen, denk ik. Eupen verdedigt gewoon enorm goed en is in die tweede helft veel beter geworden eigenlijk. En hebben het spel helemaal in handen genomen. Absoluut. Kijk eens aan. Wat een ruimte opnieuw voor... Eupen met Babi. Het doorsteken. Preveljak wordt het 4-2. Kijk eens aan. Het kan niet op voor Eupen. Het kan niet op voor Eupen. Een geweldige stifter. Keeper komt uit. En dan zo ook opnieuw deze FIFA is de lob terug. Lob is terug van weg geweest. Dus die mag je gewoon blijven gebruiken. Ja. Ook al staat de keeper nog vrij ver. Heerlijke goal. Heerlijke goals. Mooie goals gezien van Eupen. En een soort van reality check voor Abdullah Waïs. Schouterde nu. De wedstrijd lijkt stilaan gespeeld met nog een dikke 2 minuten op de klok. Ja, en ze vinden telkens de ruimte in de rug van de defensie bij Eupen. Nuhu gaat door. Nuhu van de Voort met de save. Ja, aan hem gaat het niet gelegen hebben, aan Van de Voort. Aan Van de Voort zal het niet gelegen hebben, maar Eupen is razend efficiënt geworden. Vindt die ruimte overal. Heel fijne tweede helft om te zien. Absoluut. En zo toch de favoriet in deze wedstrijd die het onderspit gaat moeten delven. Want Nuhu gaat er zelfs nog 5-2 van maken. Wat een heerlijke beweging. Lukumi zit er nog tussen. Een totale afstraffing. Daar heb je die autoblok weer die gekend is in deze FIFA. Mooi gedaan. Nog de hoekschop. Bal geraakt lichtjes weg bij Van de Voort. Maar de 2 minuten extra tijd zitten erop. Dit wordt nog de laatste kans voor Babi. Die er als een slangenmens doorgaat. Maar het is het
einde van de partij. En Eupen met het duo Sven Roosted en Boris Lambert heeft het gehaald van Abdullah Waïs en Christian Dorstvedt. Onverwacht, maar wel verdiend. Absoluut. Zwaar en, beter. En wat ik mij nu afvraag, Abdullah Waïs heeft zich de afgelopen tijd zich gefocust op het spelen op de Xbox. Hij gaat dit seizoen op de PlayStation moeten spelen. Maakt dat toch enig verschil? Dat zal ongetwijfeld invloed hebben. Het is en blijft een andere console. Het is een andere server waarop je online ook speelt tegen andere spelers. Het zijn andere toernooien. Dat in rekening ook gehouden dat hij normaal gewoon is om met spelers als Vieira, Eusebio, Mbappé te spelen. En dat hij nu eigenlijk een stapje naar beneden doet in die 90-graded modus. Maar eigenlijk mag dit nooit gebeuren. Een speler van Abdullah Waïs moet hier klaar voor zijn en moet hier vandaag zijn niveau halen. En ja, eigenlijk, als je die eerste helft ziet, dat mag je niet uit handen geven. Nee, het zag er nogthans inderdaad op een gegeven moment heel goed uit. Maar dan, zoals je eigenlijk, of wij eigenlijk alle twee hebben kunnen zien, in de tweede helft werd Genk verleugeld en hadden ze eigenlijk geen antwoord meer op dat offensieve spel van Eupen. Nee, in de tweede helft heeft Eupen zich enorm goed herpakt en zijn ze die flanken gaan opzoeken en zijn ze die ruimte achter de verdediging gaan zoeken. En dan was het einde verhaal voor Genk, want die kwamen er ook niet meer door. Nee, inderdaad. En zo dus toch een opvallende uitslag in deze oefenduels van vandaag. Nadat Anderlecht met 2-0 wist te winnen tegen OHA Leuven, wint Eupen hier met 4-2. En kijk eens, 11 schoten on target tegenover maar 3 voor Genk. Ja, aanvallend was het fantastisch bij Eupen. Je moet wel zeggen, vrij goede shot accuracy bij Genk. Maar ja, Eupen, als je de stats bekijkt, was gewoon de betere ploeg. Ja, inderdaad. Een goede rating zien we ook voor invaller Amara Babi. Maar een even goede rating zou er mogen zijn voor Maarten van der Voort, want die heeft er wel wat uitgehaald. Die was heel sterk. Viel een beetje te vergelijken met Prime Nick Pope op Ultimate Team, die dit jaar ook enorm sterk is. En het leek een beetje overeen te komen met wat die kan. En van der Voort, ja, heeft ballen gepakt waarvan ik denk, ja, die moeten er altijd in. Ja, sowieso ook in het echt een heel talentvolle keeper. Oké, goed. Ja, Abdullah, ik begin bij jou. Waar is het misgelopen? Want in het begin liep het allemaal heel goed, maar in de tweede helft vielen jullie compleet weg. Ja, klopt. Ik denk dat we zelfs de tweede helft ook nog best wel goed waren begonnen. We hadden nog wel een savakkans met Dorstvedt toevallig ook nog. En ja, sinds die penalty is eigenlijk alles misgegaan, hebben we ook heel veel kansen tegengekregen. Ik denk dat we meer probeerden aan te vallen en wat minder zaten op te letten op de verdediging. En ja, dan krijg je 3 goals tegen in 15 minuten tijd. We zijn terug, beste kijkers. En dit voor het laatste oefenduel van vandaag tussen Charleroi en Zulte Waregem. En Thijs, het gaat een leuke wedstrijd worden. Want aan de ene kant bij Charleroi hebben we Florian van Damme, alias Didista. Vorig seizoen op een 4e plaats geëindigd in de reguliere competitie. En bij Zulte Waregem hebben we Geoffrey Megou. Die eindigde vorig jaar op de 5e plaats in de reguliere competitie. Dus dat gaat leuk worden. Ja, ze zijn ook aan elkaar gewaagd als je kijkt naar hun resultaten in de Weekend League. Didista haalde een 30-0 afgelopen weekend, heel sterk. En Geoffrey Megou verloor er maar eentje, dus 29-1. Dus ik denk wel dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Ja, absoluut. Ook nog even vermelden dat ze vorig seizoen nadien in de play-offs eruit gingen. Maar beide konden natuurlijk wel terugblikken op een meer dan geslaagde E-Pro League vorig seizoen. Nu, wie zijn de spelers die uiteindelijk bij Charleroi en bij Zulte Waregem erbij zullen zijn voor dit duel? Niet Nicolas Pénéteau, zoals we eerder hadden gezegd, maar Mamadou Fall. Dat klopt. En aan de andere kant Jannes van Hekken van Zulte Waregem. Ja, Mamadou Fall is last minute ingesprongen voor Pénéteau. En Jannes van Hekken, 18-jarige middenvelder van Zulte Waregem, 10 wedstrijden al gespeeld dit jaar. Of hij goed FIFA speelt, dat zullen we nog moeten zien. Nee, jonge kerel inderdaad. Mamadou Fall aan de andere kant. Ja, dat is eigenlijk net als Nicolas Pénéteau een gevestigde waarde bij Charleroi. Fall, dat is een basispion, hè, zoals Pénéteau normaal is. Absoluut. Dus goed, we zijn benieuwd wat dat gaat geven. Het is de laatste wedstrijd die we u gaan serveren. Nadien, volgende week
begint het echte werk. En de allereerste speeldag van de ePro League die zal op 16 december uitgezonden worden. Dat is een woensdag. En de stream zal beginnen en de uitzending om 12 uur 's middags. Normaal gezien sowieso te volgen op televisie, maar ook via een speciaal opgericht YouTube-kanaal. Dat gaan we allemaal nog wel later meedelen op onze sociale media. Inderdaad. Het is nog even wachten tot wanneer de spelers klaar zijn om hun opstaan te passen. Daar zullen we zo meteen wel getuigen van zijn. We kunnen ook al meedelen, voilà, de opstellingen zijn begonnen op dit moment. We kunnen al meedelen dat zowel de pro-gamer bij Charleroi als bij Zulte Waregem in het rood speelt. Dus het rode driehoekje straks op het veld, dat is de pro-gamer. En dan heb je Val en Van Hekken voor de A-kernspelers. Die spelen in het blauw, zogezegd, het blauwe driehoekje. Klopt. Charleroi in een 4-4-2 is ongewoon voor Didista. Normaal speelt hij 4-2-3-1. Maar hij gaf al eens aan dat in de 85-modus hij liever 4-4-2 speelt, omdat het wat trager gaat. En ook in de 90-modus volgt hij dus dat voorbeeld. Als we kijken naar Zulte Waregem, Geoffrey Meghoek is voor een 4-2-3-1. We hebben het er daarnet al over gehad. Defensief, heel sterk. Beetje voorspelbaar in de aanval. Maar als je dat goed kan oplossen met genoeg skills, toch die ruimte op de flanken probeert op te zoeken, dan raak je wel door die 4-4-2. Ja, en Van Hekken die krijgt zijn rol natuurlijk in de ploeg van vandaag. Hij gaat als aanvallende middenvelder uitgespeeld worden achter spits Chori, als ik mij niet vergis. Dat klopt. En dus inderdaad twee verschillende opstellingen tegenover elkaar. Dat wordt wel een leuke tactische battle, denk ik dan straks. Tegenover de andere wedstrijden die we gezien hebben, ja, waarbij de opstellingen gekopieerd waren bij elkaar, gaat dit wel voor ruimte zorgen op plekken dat je het niet verwacht. Nee, dus gaat het een beetje langs beide kanten zoeken worden van waar kunnen we hier aanvallen en waar kunnen we hier profiteren van die ruimte die je bij een 4-4-2 of een 4-2-3-1 toch wel specifiek geeft. Ja, klopt inderdaad. Ook Val natuurlijk staat op het veld zometeen. Hij op zijn gebruikelijke rechtsbuitenpositie. Nog een paar kleine aanpassingen en dan zijn we helemaal klaar voor ons laatste oefenduel. We hebben al twee winnaars gekregen vandaag. Anderlecht tegen OH Leuven. Dat was de eerste partij met 2-0 gewonnen door Zak Bentato samen met A-speler Sambilo Konga. En tussen Genk en Eupen kregen we een opvallende uitslag, zullen we maar zeggen. Klopt. Want Abdullah Waïs in samenspel met Christian Torstvedt werd er met 2-4 verloren tegenover het duo Sven Roosted en Boris Lambert. Ja, even meegeven ook nog, Zulte Waregem heeft ook in Custom Tactics nog een tweede opstelling aangemaakt, een 4-1-2-1-2, voor in-game te kunnen switchen tussen die 4-2-3-1 en dan die andere opstelling met twee spitsen. Ja, inderdaad, nog heel snel aangepast. Benieuwd of ze van die tactiek straks nog gebruik gaan moeten maken. Ik denk dat ze bij Charleroi nog een aantal controllers aan het instellen zijn voor Mamadou Fall. Welke knopjes zij gaat gebruiken voor de pas en weet ik veel allemaal. Dus dat is allemaal niet opgeslagen, denk ik. En dan is het tijd om er zo aan te beginnen. Ziezo. Beide ploegen helemaal klaar voor dus de laatste wedstrijd van vandaag als test-event op dus de ePro League van het komende seizoen, de derde jaargang al intussen. En dan is het kijken of er opnieuw een winnaar uit de bus komt of niet. Het is even wachten nog vooraleer Charleroi er helemaal klaar voor is. En dus Mamadou Fall die de plaats heeft ingenomen van Nicolas Pénéteau. Benieuwd hoe hij het ervan gaat afbrengen. En blijkbaar moet er toch nog iets aan de settings gebeuren bij Charleroi. Blijkbaar nog de camera de aanpassen. De camera het moet een beetje aangepast worden. Dat is, ik doe dat zelf bijvoorbeeld nooit. Ik zie er heel weinig spelers het ook doen, maar bij Charleroi vinden ze het nodig. Ze kiezen voor de telebroadcast als als standaardinstelling. Nu goed, we gaan eraan beginnen. Sporting Charleroi tegen Zulte Waregem. En dan is het Charleroi dat mag beginnen aan de partij nu met Kayembe. Rode duivel Kayembe. Met het tikje terug tot bij De Soleil en Diagne. Opnieuw De Soleil, Charleroi met mondjesmaat. Naar voren aan het gaan met Goli Zadé. En Kayembe opnieuw. Diandi. Colizade.
Dat is een goede actie. En meteen ook de fout, wou ik zeggen, van Opare. Nee, blijkbaar niet. Het is soms een beetje willekeurig hoe dat de referees in FIFA beslissen wat al dan niet fout is. Ja, leek me toch een fout te zijn. We voetballen voort en de eerste combinatie is bij Zulte Waregem met Van Hekken dus. Met een van zijn eerste baltoetsen. Meteen op zoek naar die flank bij Bruno en nu Chori. Hier is Chori, moeilijk daar. Alleszins dus zeggen dat de Val niet in het blauw dan speelt, maar in het paars. In het paars ook heel inderdaad. Belangrijk om mee te geven. Moeite hier met het verdedigen. En zo kan er een aanval gecreëerd worden voor Zulte Waregem met een trap. Maar ja, niet meteen echt veel poeder in dat schot kunnen steken en daardoor geen doelpunt. Iets te weinig ruimte voor zichzelf gecreëerd om echt op doel te kunnen schieten. Ja, inderdaad. Kayembe dan met Diagne. Het is een rustige opbouw in de eerste 10 minuten bij Charleroi. Dit is al beter, de Soleil kan nu wat meters pikken. En dat is een hele goede opening op Golizadeh. Voorlopig veel actie aan de linkerkant, niet waar Val voetbal. De voorzet nu is te lang onderweg. Voorzet is minder. Hadden we kunnen terugkappen om dan meer ruimte te creëren? Ja. Of die voorzet moet strakker? Hele goede doorsteekpaas nu op Chori, die kan scoren voor Zulte Waregem. Nee, het is een hele goede save van Peneteau. En het blijft tussen Charleroi en Zulte Waregem nog steeds 0-0. Na een geweldige ingreep van de Charleroi-keeper. Twijfelde even bij het trappen. Ik denk dat hij R1 rondje heeft gebruikt. Dus een plaatsbal probeerde. Ja. Terwijl je daar toch beter voor een driven shot of een low driven shot gaat. Of echt een harde knal in die verste hoek. Maar keeper stond ook goed gepositioneerd. Ja, kwam een beetje verder uit zijn doel, beter gezegd, om de hoek te verkleinen. En dat heeft gerendeerd. Kayembe nu. De doorsteekpaas valt nu met Golizadeh opnieuw. Daarnet zijn voorzet was van minder makelij en zijn paas nu ook. Dus zitten we bij Sissako en Van Hekken. Voorlopig weinig acties. Van Hekken met een goede bal, een goede opening op Bruno. Balletje meenemen. In het strafschopgebied gaat er gescoord worden. Nee! Opnieuw geweldig weggehaald daar. En Zulte Waregem tot 2 keer toe komen ze niet op voorsprong. Geweldige save. Hele goede save opnieuw. Charleroi door het oog van de naald aan het kruipen. Geen buitenspel, de lage voorzet. En derde keer, goede keer. Het is 0-1 voor Zulte Waregem. En op basis van het aantal kansen en het geleverde spel een verdiende voorsprong. Toch wel verdiend. Je ziet ook dat Zulte Waregem echt wel die flanken gaat opzoeken om van daaruit richting doel te kunnen gaan. En dan nu ga je met die R1 vierkantje die hele strakke voorzet geven. En dan is het voor de spits een koud pinchje. Gewoon in 1 tijd binnen. Ja. Kan je als keeper heel weinig tegen doen. Knappe aanvallen van Zulte Waregem en het rendeert. Het staat 0-1 na 20 minuten. Het eerste doelpunt. En dan nu Val die we nog eens aan het werk zien. Het is wel Didista die Val bediende. Maar voorlopig heeft Charleroi moeite om een goede aanval ineen te boksen. Ja, Joffrey is gekend om zijn verdedigende spel en die counter eigenlijk vooral te gebruiken en te benutten om te scoren. En dat zie je ook. Ze staan van achter heel goed dicht bij Zulte Waregem. En dan moet je als Charleroi zijnde een manier vinden om er door te geraken. Maar momenteel lukt dat nog niet echt. Nee, het lukt zeker niet. Want opnieuw overname bij Zulte Waregem. Van Hekken nu. Nog steeds Van Hekken. Met zelfs de actie en het goed pasje op Chori. Hoho, bijna 0-2. Ja, ze weten bij Charleroi van geen houtpijlen maken op dit moment. Heel veel moeite met het geleverde spel van Zulte Waregem. Deze korte hoekschop loopt niet zo goed af. Rezaï nu met de opening tot bij Kayembe. Ja, en je merkt dat Val toch precies niet zo heel veel ervaring heeft. Nee. Met FIFA beperkt zich tot het snel passen vooral. Hè. Hier nu Didista die de forcing probeert te voeren. Naar binnen knijpend. Met de nodige acties. Goeie paas op Ilama Haritra. Moet openen nu. Duurt te lang. Nu dan toch de opening op Val, die zichzelf nu bedient. Goeie actie van Val in het strafschopgebied. En een hele goede pas op Golizadeh. Het is 1-1. Kijk eens aan. Eerst de goede aanval van Charleroi. Levert meteen de gelijkmaker op. Dat is een bittere pil om slikken voor Joffrey Megou en Jannes Van Hekken. Ja, Val met zichzelf die actie maken, dat balletje afleggen. En dan is het voor iemand als Didista ja, niet moeilijk om die bal gewoon in de hoek te leggen. Maar je zei, Val beperkt zich tot die passing. En soms is dat wel goed in een
2 tegen 2. Als je iemand hebt die gewoon heel goed aan die bal is en goed kan afwerken, ja, dan is het niet slecht om gewoon die bal af te geven en het spel zijn werk te laten doen. Ja, absoluut. Al zal hij wel vertrouwen tanken natuurlijk nadat hij die goede actie met zijn eigen personage heeft op poten kunnen zetten. Dus alles weer te herdoen in deze wedstrijd, maar opnieuw heel veel ruimte. Bruno. In het strafschopgebied kan het paasje achteruit leggen nu. En dat doet hij ook. En opnieuw de goede save. Wat wordt er geweldig gekiept bij Charleroi. Charleroi op heel hoog niveau. Net zoals Van der Voort die we daarnet zagen. Ja, klopt. En nu Fall die wel de bal verliest. Sissako dan. Van Ecke. En Sek moet hem meegeven met Van Ecke. Van Ecke gaat hij zelf scoren. En Shori, nee. Ja, Zultewaardigem by far toch echt wel de betere ploeg in het aanvalswerk. Want kijk... De verdedigende daar... druk is onwaarschijnlijk. Ja, yep, inderdaad. Daar is Opare met de tik terug naar Bruno. Dat is mooi weggedraaid. Dat zal wel Geoffrey Megou zijn hier. Sek nu. Kunnen het moeilijk zien, want het zijn weer twee witte pijltjes voor ons. Inderdaad. Nu wel break revenge hier. Dus dit is wel degelijk Geoffrey Megou. Het komt erop te staan. En het foutje nu wel. Nee, het voordeel toch gegeven. En dan is het inwerpen voor Zultewaardigem met zicht op de rust. Nog 2 minuten. En dan is het toch wel een wonder te noemen dat Charleroi hier op 1-1 staat. Ja, de score reflecteert niet echt het spel dat we gezien hebben. Zultewaardigem zeker baas, vooral in dat middenveld. Die druk is onwaarschijnlijk. Die ze daaruit oefenen en heel vaak daar de bal ook recupereren. Tikje terug tot bij Opare. En dan verliest Geoffrey Megou de bal. Dat kan wel eens een hele zure zijn in de laatste seconde van de eerste helft. Nu Fall nu met de actie. Niet het goede paasje tot bij zijn spitsbroeder. En dan lijkt het alsof we inderdaad gaan rusten met een 1-1 gelijkspel. Een eerste helft met veel kansen. Vooral aan de kant van Zultewaardigem. Ze kwamen dan ook verdiend op voorsprong. Geoffrey Megou en Jannes van Hekken. Maar 1 slecht momentje in de defensie bij Zultewaardigem leidde meteen tot de gelijkmaker. Heel even niet opgelet en dat heb ik ook in de vorige wedstrijden gezien, dat je aan 100% focus moet spelen. Volgens het spel ja, moet Zultewaardigem 3, 4, 5-1 voorstaan. Maar dat is het momenteel niet. En daar zullen ze ook niet tevreden zijn, Geoffrey. Nee, kijk eens aan naar shots on target. 7 bij Zultewaardigem tegenover eentje van Charleroi. Ja, dat is weer een lesje in efficiëntie natuurlijk. Het is efficiëntie dat de klok slaat. Goed, de tweede helft dan. Zultewaardigem op zoek dan toch maar weer naar die eerste goal. Of beter gezegd de tweede. Maar opnieuw naar de voorsprong, zo moeten we het zeggen. Opening naar de rechterkant en zitten we bij Opare. Met Geoffrey Megou tot bij Bruno. Bediend even door Jannes van Hekken. Ik moet ook even vertellen aan de kijker dat Escape the Matrix, het naampje bij Zultewaardigem, dat Geoffrey is. En dan Blake Revenge is Van Hekken. Oh, oké dan. Goed, dan waren we even verkeerd. Ondertussen wel Charleroi met een bijna goede infiltratie. Onze excuses dan. Dus nu Jannes van Hekken met u het paasje op Geoffrey Megou. Met heel veel ruimte, heel veel mensen van Zultewaardigem ook mee. En bijna de... 1-2. Ja, die voorsprong moet toch echt wel dringend gaan komen, want zij zou verdiend zijn. Heel egoïstische actie daar eigenlijk van Geoffrey. Moet die bal altijd afgeven. Ja. Zijn spits loopt vrij. Met R1 vierkantje krijg je die bal daar altijd. Had 1-2 moeten staan, liever. Absoluut, absoluut. En opnieuw, Zultewaardigem dat domineert naar balbezit toe. En Van Ecke nu die met Van met Shori bezig is nu. Goeie doorsteekpaas. Bijna Van Hekken met de goal. Nee. Goeie tussenkomst opnieuw van die keeper. Paasje was net iets te ver. Goed uitgekomen ook van de doelman. Nu wel een goede opening van Didista en de voorzet. En het is een goal. Onwaarschijnlijk. 2 goals, 2 doelpunten. Charleroi doet het. Een lesje in efficiëntie van Charleroi. Onwaarschijnlijk, dit is een domper op de feestvreugde bij Zultewaardigem. Dat ondanks de dominantie het niet kan omzetten in een verdiende voorsprong. En zowaar met nu 58 minuten gevoetbald aan het achtervolgen geblazen. Sjarfi nu met Shori. Nee,
Geen goede paas op Van Ecke. En val dan. En Charleroi groeit in de wedstrijd. Ja, absoluut. En die dat doelpunten... is alleen maar te danken aan Zulte Waregem. Dat hebben ze toegelaten. Ja. En inderdaad, die doelpunten hebben het momentum helemaal doen keren. Val nu met Van Kleemput opschuivend. En nu effectief val aan de bal. Goeie paas. En trappen maar misschien. Nee, het Vista of het overzicht bewaren. En bijna opnieuw een goal. Heel goed vrijgespeeld van Didista met die step over. En dan is het heel jammer dat hij dat niet afwerkt. Ja, want plots. Bij 3-1 is het gewoon is het gedaan, de wedstrijd. Absoluut. En plots dus alles gekeerd. Want Charleroi, het commando helemaal overgenomen. Zitten nu wel in de juiste flow. Met Didista, het goede paasje. Combinatie was het met Ilama Haritra. En val nu. Naar binnen knijpend zoeken naar ruimte maar en naar een aanspeelpunt. Voorlopig niet echt meteen te vinden. Ilama Haritra opnieuw, die de bal kwijtspeelt. Val op even buiten het plein, zagen we. Oh, dat is niet goed hier van Schrarfi. Het was Joffrey Megou daar, die de bal kwijtspeelt. Ook hij vindt het even niet meer, of weet het even niet meer. Florian Van Damme nu, die staat, die de bal kwijtspeelt. Maar blijkbaar een foutje. En dan gaat er ingegrepen worden door de jongens van Zulte Waregem. Dan is het kijken welke wissels er zullen plaatsvinden. Bij Charleroi kijken ze even zelf naar de statistieken ook. Moeten ze even mee lachen, Didista. Ja, dat zal wel. Kan ik me wel inbeelden. Ook de tactics worden toch ietsje aangepast. Ja, de druk gaat verhogen met press after possession loss. Ga je wel nieuwe spelers moeten inbrengen, omdat dat voor de stamina niet zo geweldig is. Maar ze moeten iets doen. Absoluut, want de tijd is beperkt. Nog een dikke 20 minuten op de FIFA-klok. En dan zit het er helemaal op. Dompé gaat er dus zometeen inkomen voor Zulte Waregem. Extra offensieve impuls die erop komt. Bruno, die naar de kant is. Opletten nu voor de vrije trap met Charleroi. Ook deze natuurlijk gevaarlijk. Kan rechtstreeks op doel getrapt worden. En het is Val die hem gaat trappen in de hoek. En de save nodig. Absoluut goed gekiept daar. Goed getrapt van Val. Geen effect wel op de bal, wat het makkelijker maakt om hem te pakken. Schrarfi nu met een goede doorsteekpaas op Chori. Niet bijhouden. Of misschien wel nog. Nee, lukte niet. Uiteindelijk het uitvoetballen bij Charleroi niet goed. Sek nu, veel ruimte. Waarom niet trappen? Waarom niet trappen? En de gelijkmaker, kijk eens aan. Dan toch de 2-2. Met het oog op het einde van de wedstrijd. Dan toch die 2-2 gelijkmaker. En op basis van de hele wedstrijd toch wel verdiend, hoor. Absoluut verdiend. Ook 5 minuten na het aanpassen van die tactieken. Meteen resultaat zien. Dat moet goed voelen voor de jongens van Zulte Waregem. Ja. Een beetje een frommeldoelpunt. Charleroi krijgt de bal niet weg. Nee. En Zulte Waregem kan dan eigenlijk meteen profiteren. En ook niet scherp verdedigd, want Sek mocht daar blijven opdraven. Ja, het was veel ruimte dat ze kregen bij Zulte Waregem. Ondertussen opnieuw de jongens van aan de Gaverbeek met de aanval. Chori, de maker van de 2 goals, heeft het goed gedaan. Sek nu met de opening tot bij Dompé. Ja, kan voorlopig niet scoren of een goede voorzet afleveren. En dat is het effect dat je van die nieuwe tactics ziet ook. Hè. Meteen druk op die bal, heel ver op het veld. Ondertussen val. Die zijn snelheid probeert te gebruiken. De tackle mislukt. Val met de infiltratie in het strafschopgebied. Val niet met de goede paas terug. Heel goede dribbel. Stopt daar even. Fake shot. Terug die step overs om ruimte te creëren. Het paas komt dan net niet aan. En dit is buitenspel. Ja, klopt. Wel, Didista die zijn rol als pro-gamer goed invult. Want leidt het dan toch wel, hoor, voor Charleroi? Ik vind het heel mooi om te zien hoe Val zich eigenlijk in functie van Didista... Ja. Begint te spelen en dat werkt wel. Absoluut, zeker en vast. En nu even wachten op de inworp die eventjes doorgaat. Zulte Waregem nu. Als het 2-2 blijft, dan gaan we geen verlengingen krijgen. Dan gaan we het gewoon op een puntendeling houden. Maar wie weet verandert er nog iets aan de score. Ho, ho, ho. Dat scheelde niet zoveel. Hier kan je meer mee doen, maar ik denk dat het Van Hekken was die trapte. En
een paar keer op rondje heeft geduwd, maar dat mag je eigenlijk niet doen in de nieuwe FIFA's, omdat je dan gaat werken met time finishing. En als je er dan naast zit, dan is je schot veel slechter en dat was het geval nu. Ondertussen aan de overkant en een kopkans voor Charleroi, bijna aan de goede kant van de paal gekopt, net naast het doel van Bostien. 5 minuten nog hebben we om nog een winnaar te krijgen in dit duel. En zitten we bij Sissako, bediend door Van Hekken. Sek nu. En dan probeert Geoffrey mee goed het verschil te maken. De bok opschuiven maar met Dompé. Nee, die is de bal kwijt. Goed verdedigd van Mamadou Fall, die de controller bediende van die speler. En nu wel de goede tackle trouwens op Didista. En dan is het even wachten op een goede doorsteekpaas op Chori. Voorlopig voor Zultenwaregem de matchwinnaar. Kan hem nu voorbrengen. Het duurt net iets te lang, want daar was bijna een geïnfiltreerde Van Hekken. Ondertussen nu dan toch trappen en de goal. We gaan dan toch nog een winnaar krijgen in deze wedstrijd. Want exact in de 90ste minuut wordt er gescoord en komt Zultenwaregem met 2-3 voor. Geweldige comeback van Zultenwaregem. Is oververdiend op basis van de wedstrijd. Die hoge druk en het aanpassen van die tactics heeft echt geloond. Ja. En de wissel goed gebleken, want maker van de goal is Dompé. Laatste minuut van de reguliere speeltijd gaat in. En na heel zwaar werken toch wel voor Zultenwaregem, met zelfs een achterstand, gaan ze de partij winnen tegenover Charleroi. Maar wat heeft het voor Geoffrey Megou en Jannes Van Hekken bloed, zweet en tranen gekost? Ongelooflijk. Ze waren heel de wedstrijd lang eigenlijk de betere ploeg. Het niet kunnen afmaken, 2 doelpunten geslikt en dan toch die aanpassing gedaan. Rustig gebleven betekent dat ook. Even nadenken, wat kunnen we hier doen? Hoe kunnen we het hier beter gaan doen? En die druk terug hoog zetten. En Charleroi heeft zich niet aangepast aan die druk. Nee. Wat je kan doen, is als Charleroi zijnde meer die flanken gaan duwen in custom tactics, zeggen we gaan die zijlijn even knuffelen om daar eigenlijk rustmomenten te creëren. Niet gedaan en Zultenwaregem is er op en over gegaan. Inderdaad, het scoreverloop, je ziet het staan, 2-3 met toch wel als man van de match Chori, die 2 keer wist te scoren voor Zultenwaregem. Knap gedaan en zo. Thijs, hebben we in iedere wedstrijd toch een winnaar gezien? Hebben we dus geen wedstrijd gehad die op een gelijkspel is geëindigd? Ja, het waren 3 heel entertainende wedstrijden, moet ik toegeven. Ja, absoluut. En in tegenstelling tot de eerste wedstrijd, waar Anderlecht de 0 kon houden en met 2-0 in cijfers overduidelijk won, was het bij Genk en Eupen toch echt wel anders. Daar hebben we echt wel spektakel gekregen. Hè? Ja, heel veel doelpunten is ook eigen aan deze FIFA. Het is moeilijker verdedigen dit jaar. Het scoren gaat makkelijker. Er zijn heel vaak scores, ook online in Ultimate Team. 5-3, 6-4. Het is eigen aan deze FIFA en ik vind het eigenlijk wel leuk. Je gaat heel weinig 0-0 zien en dat is toch wat wij voornamelijk willen, veel doelpunten. Veel doelpunten. Het mag allemaal natuurlijk zeer attractief zijn. En dat belooft natuurlijk voor het aankomende seizoen van de Proximus E-Pro League. Dat belooft zeker. Ja, dat wordt om duimen en vingers van af te likken. Nogmaals herhalen dat we daar volgende week woensdag met de eerste speeldag aan beginnen. En het zal ongeveer met dezelfde setup zijn. Iedereen die vanuit de eigen club natuurlijk speelt. Want het moet allemaal corona-proof gebeuren natuurlijk. Hè? Inderdaad. Stel dat de maatregelen een beetje losser worden, zijn er misschien andere dingen mogelijk, maar momenteel moeten we het zo doen. En het lukt ook wel. En inderdaad, het lukt ook wel. Wij zitten wel in dezelfde ruimte, maar zoals u ziet, met mooi een mondmaskertje voorzien. Alles natuurlijk om dat vieze beestje hopelijk eens en voor altijd eens te kunnen verslaan. Goed, nogmaals herhalen. Anderlecht dus eerste partij van vandaag gewonnen met 2-0 cijfers. Eupen deed er nog een schepje bovenop door tegenover Genk met 2-4 te winnen. En uiteindelijk nu dus Zultenwaregem, die het ook heeft gehaald bij Charleroi. En Thijs, ik ga meteen nog eens een vraag aan u stellen. Nu we die wedstrijden in duo's hebben gezien, welke profspeler maakte voor jou het meeste indruk in het spel nu? Ik vond Sven Roosted van Eupen heel sterk, heel defensief. Ja, gecontroleerd eigenlijk en van daaruit naar die aanval gaan. Ja. Ik vond Geoffrey Megou ook heel goed. Vooral omdat hij zo rustig kan blijven en dan op het einde toch die beslissing kan nemen om iets aan te passen en dan de wedstrijd te doen kantelen. Ja. Van Abdullah Wais had ik persoonlijk meer verwacht. Maar dat is misschien de aanpassing van Xbox naar PlayStation. Alright, goed. We gaan de vragen kort houden. Geoffrey en Jannes, van harte proficiat en vooral, wat een comeback! Ja, inderdaad. Gewoon rustig blijven spelen.
Want ja, we kwamen natuurlijk eerst voor en daarna een achterstand. Maar we bleven gewoon rustig gaan, want het ging goed, we kregen kansen. En uiteindelijk werden we beloond tegen die kansen erin. Inderdaad. We hebben veel goals gezien vandaag, ook in deze wedstrijd. En dat belooft alleen maar goeds en veel spektakel voor het komende seizoen. We gaan even dan switchen naar de jongens van Charleroi, Florian en Mamadou. Tu m'écoute, ma? Oui, oui, c'est cool. Ok. Didista et Mamadou Fall, bien match joué. C'était difficile au début, mais après, c'était mieux. Hein? C'est correct. Ouais, merci. Ouais, on a eu du mal au début la première fois. Enfin, il fallait le temps de s'adapter. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, après, à 20 minutes de jeu, je pense qu'on a commencé à se trouver et c'était beaucoup mieux. Ok. Merci pour le match aujourd'hui. Et Mamadou, bonne chance dans le championnat. Et Didista pour la semaine prochaine dans le e-Pro League. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. All right, Thijs. Ja, ons test-event zit erop vandaag. Drie leuke wedstrijden gezien. Ik kan haast niet wachten op het seizoen. Nee, als dit een voorproefje is van wat we heel het seizoen gaan krijgen, dan wordt het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, absoluut. Nog misschien een korte slotvraag, want we waren daarnet bezig over wat je vond van de gamers in prestatie. Is er iemand van de A-kernspelers die eruit stak? Ja, toch wel. Ik vond Sambi Lokonga van Anderlecht heel sterk. Ja, je zag ook dat hij wel wat ervaring heeft en dat hij ook wel online speelt. Want je zag die skills, je zag die fake shot, je zag die ballroll. En dat was wel fijn om te zien. En ook verdedigend stapte hij wel vaak in. Dus daar zag je dat hij minder ervaring had. Maar hij heeft wel een goede indruk op mij gemaakt. En vooral op dat middenveld, zoals hij ook bij Anderlecht speelt, zag je wel dat hij het spelletje kan lezen. Absoluut, goed. We hebben een leuke namiddag gehad, beste kijkers. En we hopen dat jullie medegenoten hebben van deze drie oefenduels met het oog dus op het gloednieuwe seizoen van de Proximus e-Pro League. We gaan er volgende week aan beginnen op woensdag 16 december. Dan begint onze stream en onze uitzending om 12 uur 's middags. Bedankt alvast om dit test-event bij te wonen en wat Thijs en mij betreft, tot volgende week woensdag. Ciao!